We gaan het hebben over iets waar ik bij mezelf ook bespeurde in het begin wat lacherig over te doen. Als ik het hoorde, maar naarmate de tijd vordert, eigenlijk denk, hé, wat is het en waar leidt het toe? En wat kan het worden ook? Het veel geroemde, beruchte, besproken partijkartel. Ja, eigenlijk meer specifiek de banencarousel die volgens Thierry Baudet, want daar begon het allemaal mee, samenhangen met elkaar. Bij het debat over de regeringsverklaring net daarvoor had Henk Kamp, oud-minister, een nieuwe betrekking gevonden als voorzitter van Actis, de koepel van de werkgevers in de zorg. En dat was aanleiding voor Thierry Baudet om in dat debat over de regeringsverklaring schande te roepen over de baantjescarousel waar de VVD vooral volop aan mee zou doen. Dat fragment gaan we nu bekijken. Ja. Je ziet het gebeuren. Je ziet dat de ene na de andere VVD'er vanuit de Kamer of vanuit het kabinet naar de zorgwereld toe gaat. Dit is een kartel, het is een gesloten wereld waarin men de handen boven het hoofd houdt, waarin die bureaucratie niet wordt aangepakt, maar alleen maar groter wordt. En dat is het onderliggende probleem, dat moet worden geadresseerd. En het is echt ongelooflijk dat een nieuwe fractievoorzitter hier, de eerste dag dat hij hier staat, zegt dat het niet bestaat. Ja, voorzitter, wat je ziet is dat bestuurders besturen en als ze ergens goed in zijn, komen ze op een andere plek ook terecht. Ik snap dat de heer Baudet daar iets van maakt. Ik snap zelfs dat veel Nederlanders soms denken, goh, die naam zagen we eerst daar, nu zien we hem daar. Maar dat is natuurlijk maatschappelijk vrij logisch. Mensen die een topfunctie bij een bank bekleden, hebben vaak eerder bij een bank gewerkt. Dat staat alleen niet in de krant. Mensen die bij PSV in het eerste komen, komen ook niet van het hockeyveld afrennen. Die hebben eerst ervaring opgedaan in een lager elftal. Ik zat dan ook in de kamerzaal. De hele kamerzaal moest erom lachen. Behalve Thierry Baudet zelf en meester Theo Hiddema natuurlijk. Maar na afloop zat ik in het rookhok van Nieuwsport, de sociëteit, de journalistensociëteit, met een aantal voorlichters van de VVD. En die waren ook allemaal heel blij met deze geweldige, spitsvondige opmerking van hun Klaas. Maar Klaas komt zo scherp uit de hoek, hartstikke goed, weet je. We hoeven hem helemaal niks te vertellen. Paats, weg was Thierry. Ik een beetje meelachen. Ja, was wel goed, zeg. Maar tegelijkertijd bekroop me toch ook een beetje het ongemakkelijke gevoel dat de VVD er ook wel heel makkelijk mee weg leek te komen. Want Thierry Baudet had misschien wel een punt. Met alle kritiek die je op hem kan hebben, af en toe kan hij ook gewoon wel gelijk hebben hier of daar. Het is de moeite waard om maar eens naar te kijken. Bovendien is hij helemaal niet de eerste die banencarousel in Den Haag aan de orde stelt. We hebben dat even opgezocht. In 1966 was er al een jonge man die toen nog enigszins op James Dean leek en er wereldberoemd mee werd, die langs de gracht liep voor een verkiezingsspotje. Misschien kennen jullie hem wel. Hier komt hij. We waren ongerust over de politieke situatie in ons land, over de verwarring en de ondoorzichtigheid, over de tanende invloed van de kiezers, over de ontoereikendheid van de verouderde politieke spelregels, over de onbewegelijkheid en de verstarring van het partijenstelsel. Hans van Mierlo, jullie herkennen hem wel. Kort daarna, op het grote congres van D66, deed hij er nog een schepje bovenop en had hij het over de verstikkende cultuur van het politieke establishment. Bijna letterlijk de woorden die Thierry Baudet nu, als een nieuwe buitenstaander, een nieuwe inbreker in het stelsel, gebruikt. Dat vond ik op zichzelf al een interessante vaststelling. Je zou zeggen dat langzamerhand bij de VVD dan het kwartje ook wel gevallen moest zijn na 40, 50 jaar dat die banencarousel misschien wel bestaat en dat het niet echt veel zin heeft om te ontkennen dat die überhaupt bestaat, zoals Dijkhoff in eerste instantie probeerde te doen, hè, waarna hij het een beetje probeerde goed te praten. Vervolgens was er een nieuwe episode toen een paar weken geleden duidelijk werd dat Fred Teven niet bij de Raad van State welkom was, maar buschauffeur werd. Daar werd Mark Rutte naar gevraagd. Toen gebeurde er dit. Ja, ik vind het super. Hij is enorm gemotiveerd. Hij is bezig om een bedrijf op te bouwen. Dat gaat ook stap voor stap. Hij heeft al tijd over, dus hij zegt ja, ik heb hier gewoon vreselijk veel lol in. Maar goed, ik bereid me natuurlijk voor op kritische vragen van Thierry Baudet. Want dat is weer een VVD'er die bestuurder wordt. Dus ik bereid me voor op een vraaguur. Het kartel is weer zichtbaar. Het is natuurlijk... Het werkt, hè? Het werkt. Ja. En dat betekent dat die grap gewoon van Twitter gejat was. Maar precies, ik zag hem echt al 100 keer voorbij komen. Ja. Na 10 keer dacht ik, nou weten we het wel. Want dan kwam hij er nog een keer mee. Ja. Maar goed.
Heel grappig. Maar wij dachten, onze journalistieke taak is natuurlijk om een keer heel grondig uit te zoeken wat er nou waar is van dat verhaal, van die banencarousel. Dus samen met Nieuwsuur hebben we toen, van Nederland en Nieuwsuur samen, bedacht dat we de Universiteit van Amsterdam een keer heel grondig zouden laten uitzoeken of die banencarousel bestaat. Dus wij hebben toen in opdracht van ons alle banen van alle parlementariërs sinds 1945 op een rij gezet. Dus de banen die ze voor hun politieke carrière hadden gehad en daarna. En die ook nog eens gewogen op zwaarte. Nou, daar bleek allerlei interessants uit. Vooral dat CDA en PvdA en VVD en ministers en politici daar het meest van profiteren. VVD'ers nog het meest. Interessant genoeg, die maken de grootste carrièresprong na hun kamerwerk. Wat we ook een interessante bevinding vonden, is dat de burgemeestersbenoemingen bijvoorbeeld, die laatst ook weer ter sprake kwamen toen Eibeltje Berkmoes in haar boekje zei dat er een burgemeestersbaantje aangeboden zou zijn, waarna de VVD natuurlijk ging roepen, zo werd het niet meer in dit land. Bijna 90% van de burgemeesters in Nederland zijn nog steeds van CDA, Partij van de Arbeid of VVD. Terwijl die drie partijen al jaren nog maar 40% van de stemmen halen bij de landelijke verkiezingen. Dat is natuurlijk wel een beetje vreemd. Daarnaast bleek natuurlijk, toen hebben we vervolgens ook nog onderzoek laten doen voor een tweede groot verhaal, een reportage die volgende week nog uitgezonden en gepubliceerd moet worden, over de belangenorganisaties rondom de politiek. Want dat is waar veel oud-politici terechtkomen. Het is in Nederland verkeerd in een unieke situatie dat er een soort ijzeren ring zich bevindt rondom het Binnenhof van die organisatie, die ook letterlijk vaak kantoren hebben. VNO-NCW, LTO Nederland, de onderwijs raden, alle mogelijke koepels in de zorg, waar dus veel oud-politici terechtkomen. Wat blijkt uit het onderzoek dat wij hebben verricht, dat meer dan de helft van de voorzitters van die clubs ook weer oud-politici zijn. En ook weer afkomstig van die drie partijen. En nieuwere partijen, zoals D66 en GroenLinks, komen er eigenlijk nog steeds nauwelijks aan te pas. Met andere woorden, die banencarousel, die bestaat voor een deel in ieder geval wel, zeker wat betreft die gevestigde politieke partijen. Eigenlijk toch ook onbegrijpelijk dat Rutte dan, al is het met een grap en al werkt de grap ook goed, op het moment dat je natuurlijk als premier de woorden van het frame overneemt, bestaat het. Nou ja, dan vraag je er wel om. Ja, wij dachten toen, dan zitten we kennelijk op het goede spoor en dan gaan we het uitzoeken ook. Daar waren we eigenlijk al een tijdje mee bezig hoor, maar dat was een extra aanleiding die ik gevonden. Wij gaan kijken naar Niek-Jan van Kesteren. Dat is de huidige CDA-senator. Dat zal misschien het groot publiek niet zoveel zeggen. Maar die wordt uit alle onderzoeken de afgelopen jaren al gezien een van de belangrijkste lobbyisten ooit. Hij was directeur bij VNO-NCW, de werkgeversorganisatie. Heel af en toe geeft hij een interview. Hij was wel betrokken bij het akkoord van Wassenaar, kun je nagaan. En sinds 1999 is hij algemeen directeur. En hij is degene eigenlijk geweest die achter de schermen de strategie van VNO-NCW al die jaren heeft bewaakt. En dat komt erop neer, zoveel mogelijk samenwerken met zoveel mogelijk partijen. Want, stel je voor, dat heeft hij een keer gezegd in de Ben Pauw lezing in 2012, genoemd naar een beroemde lobbyist. Je moet zorgen dat je met verschillende organisaties met één mond spreekt. Anders kunnen politici hun gang gaan. Kan je je voorstellen dat gekozen politici hun gang gaan? Dat moeten we natuurlijk niet hebben in Nederland. Ja. We hebben een van zijn zeldzame interviewtjes voor de camera. Hebben we op weten te duiken. Daar gaan we nu even naar kijken. En we hebben een groot netwerk. Er zijn niet zo heel veel mensen die zeggen, we willen niet met VNO-NCW praten. Dus dat geeft je de mogelijkheid om de zaken te doen die je wil doen. Maar u zit ook met belangrijke mensen aan tafel. Want u hebt volgens mij een dagelijks belrondje met de ministers? Nou, niet allemaal. Ja, mevrouw Bloemen drukte hem wel eens weg, maar voor de rest is iedereen gesproken. Ja, zo werd het dus. Wat ik het mooie van het fragment vind is, het lijkt alsof hij helemaal niet weet hoe bijzonder eigenlijk deze uitspraak is. Dus hij vindt het eigenlijk vrij normaal om het te zeggen. Hij vindt het totaal normaal. Ja. Maar iemand die dag in dag uit de meerderheid van het kabinet mobiel spreekt, dat is best iets, toch? Ja, er zijn er meer van. Er zijn veel van die kerels die zeggen, mijn telefoon is mijn... Het zijn inderdaad vaak kerels, ook nog wel interessant om op te merken trouwens. Van die 200 belangrijkste bestuursbobo's en al die belangenorganisaties is driekwart man en ook nog eens boven de 55. Dus dat is ook wat dat betreft wel een gesloten circuitje. We hebben dus nog een van datzelfde statuur voor je gevonden. Dat behoeft een paar zinnen inleiding als man. Ik heb een paar keer geprobeerd om Niek-Jan van Kesteren het interview. Dat is twee keer gelukt of zo in de loop van 10 jaar na eindeloos aandringen. En toen heb ik ook nog een keer tegen hem gezegd, Niek-Jan, weet je wat ik nou graag zou willen, is een keer een heel mooi groot portret maken van hoe VNO-NCW als lobby te werk gaat. Dacht hij even na, dan zei hij,
dan kan je beter naar LTO Nederland, want de boerenlobby, want die hebben pas echt een goede lobby. Met andere woorden, dan was hij er weer vanaf, ja. Want hij doet zijn werk liever in stilte. De afgelopen jaar hebben we het ook een paar keer geprobeerd. De voorzitter van LTO Nederland in afgelopen jaar was Albert-Jan Maat. Een hele bescheiden, maar ook heel voorzichtige oud-CDA-kamerlid. Die eigenlijk nooit iets zei waar je wat aan had. Dus ik dacht, daar kom ik niet zo verder mee. Maar tot mijn grote vreugde is sinds een tijdje Mark Kalon, ja, daar de voorzitter. Hij is oud-gedeputeerde in Groningen. Voor de PvdA. Akkerbouwer, voor de Partij van de Arbeid. Akkerbouwer. Hij is ook voorzitter geweest van EDES, de koepel van woningcorporaties. En hij heeft het hart voor op de tong liggen, zoals wij nu zullen merken. Daar komt-ie. Wat ik doe is belangen van boeren behartigen. Gaat dat goed? Ja, dat is dit jaar vrij goed gegaan. In Groningen zeggen ze, daar komt minder. Nou, het begint met gewoon hard studeren. Dus weten hoe de zaak in elkaar zit. Veel praten met ambtenaren, dat is de continue factor, beleidsambtenaren. En ook goede netwerken. Met Kamerleden, met mensen die in het kabinet kunnen komen, met bewindslieden. Maar ook met collega's. Hans de Boer, Maxime Verhagen, Bernard Wintjes. Kent u ze allemaal? Ik ken veel van die mensen, ja. Ja. Die allemaal op je en jij basis telefoonnummer, ja, in de telefoon. Ja. En die belt u. Ja, ik heb 1200 nummers in mijn telefoon staan. En daar staan alle kabinetsleden in en ook heel veel van dit soort mensen. Dit film, jullie zijn trouwens de eerste in Nederland die dit filmpje hebben gezien. Het is vorige week opgenomen door Chris Ostendorf van Nieuwsuur. En het wordt pas volgende week uitgezonden. Dit is geheel exclusief. Nou goed, wat hier interessant van is natuurlijk, is dat hij dus tamelijk openhartig vertelt wat hij allemaal voor elkaar heeft gekregen. En ik weet dat dat klopt, want ik heb hem van de zomer al gesproken. Toen aan hem gevraagd, wat zijn jullie belangrijkste lobbypunten voor het regeerakkoord? Toen noemde hij op, precies wat er nu gebeurd is. Dus wat hij nu zegt, is die one-pager die ze aan het komende kabinet hebben doorgegeven, die dus bijna één op één geknipt en geplakt letterlijk in het regeerakkoord is terechtgekomen. Een eigen ministerie van Landbouw. 30 meter van het LTO-hoofdkantoor aan de Bezuidenhoutse weg. 200 miljoen voor warme sanering van de varkensfokkerijen. 150 miljoen voor duurzame investering in waterkwaliteit in het buitengebied. Nou, je kan gewoon de hele lijst af. En dan krijg je dat gewoon allemaal voor elkaar. Fascinerend. Maar hoe kan dat dan? Is het dan die 1200 nummers? Ik bedoel, hoe... Wat hij zegt is, je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen. Hij vertelde ook dat hij net, een paar weken geleden al, heeft gesproken met Leonie Sazias van 50PLUS en Thierry Baudet. En toen zei hij zelf, ja, je kan je natuurlijk afvragen, wat moet je met die mensen? Maar, zei hij, over een jaar of wat hebben ze misschien wel 8 of meer zetels in de Kamer. En dan worden ze een factor van betekenis en dan ken ik ze al. En wat hij ook vertelde, hij zei nu dat met ambtenaren moet je ook heel vroeg beginnen, met ideeën in de week liggen. Toen zei hij, ik zeg altijd tegen mensen, schaal 8 tot 10. Ik zei, Mark, wat zeg je nou, schaal 8 tot 10? Ja, salarisschaal 8 tot 10. Het heeft helemaal geen zin om zomaar bij de minister langs te gaan, want dan kan je een beetje ritueel praten, maar dan heb je nog helemaal niks in je handen. Je moet bij die beleidsambtenaren tussen schaal en 10, moet je zorgen dat je ideeën landen, dat je daar goede contacten mee opbouwt. Dan ga je pas naar de directeur-generaal, dan ga je naar de secretaris-generaal. En als het hele ministerie denkt dat het een goed idee is, dan ga je pas naar de minister. En dan geef je de minister de indruk dat hij het allemaal zelf heeft bedacht. Zo werkt het. Het is wel interessant als ik hier één dingetje over mag zeggen. Want FNV is natuurlijk in feite ook een lobby. En dan heb je VNO en NCW. Dat zijn dan twee opponenten daarin. Maar als je kijkt naar hoe FNV opereert en VNO opereert. Zo'n Niek-Jan van Kesteren heeft een tijdlijn van 15, 20 jaar waarop hij opereert. Hij denkt van nou over 20 jaar. Dat zag je trouwens heel goed bij die dividendbelasting. Hè? Daar zag je ook, die lobby is 2005 ongeveer begonnen. En ze hadden erop ingezet dat die langzaam werd afgebouwd en op een dag dan zou verdwijnen. En zij volgen gewoon heel rustig die strategie. Als er een keer een kabinet iets anders, dan nou prima, weet je, we pakken alvast het volgende kabinet, bereiden we ons alvast op voor. En de dividendbelasting is trouwens eerder afgeschaft dan zij ook hadden gedacht. Dat was eigenlijk een onverwacht succesje. Maar goed, het was al elke paar jaar ging het al iets omlaag. Dus ze waren al rustig aan die weg aan timmeren. En terwijl je kijkt, als je kijkt bij FNV, de FNV die is veel emotioneler. Dat zeggen ook gewoon, ik heb ook wel mensen van de PvdA gesproken.
ook. Die ook op een gegeven moment zeiden van ja, we werken graag samen. Maar we soms weten gewoon echt niet wat nu hun koers wordt of een strategie wordt. En daardoor kunnen ze ook dat niet goed overbrengen en inbrengen via de ambtenaren. Nou, misschien moet Mark Alon, dan voorzitter van de FNV worden. Dat is een gek idee. En dan op de trekker, nou kijk eens wat ik voor jou heb. Matthijs, jij bent goed ingedoken nu even in die banencarousel. Jij geeft daar getallen en percentages bij. Laten we even doorwandelen. We hebben het nu, gaan volgens mij naar Sander Dekker in zijn vorige functie, hè? Ja, juist. Ja, wat ook interessant is, ik kwam bij het voorbereiden van, van die verhalen kwam ik erachter dat eigenlijk elke Kamerfractie, althans de grotere Kamerfracties, een coördinator benoemingen hebben. En die houdt zich dan bezig met burgemeestersbenoemingen en zo. En die zeggen dus allemaal, nee, het gaat niet meer zoals vroeger, we kunnen dat niet meer verdelen onder elkaar. Wat je hooguit kan doen, is een kandidaat een beetje een duwtje in de goede richting geven. Jeroen Dijsselbloem heeft dat de afgelopen een half jaar gedaan, sinds de verkiezingen. En die zei, ja, ik heb natuurlijk wel tegen Ahmed Marcouch gezegd dat Arnhem vrij zou komen, dus dat hij dat misschien maar moest gaan proberen. Maar meer dan dat kunnen we niet doen. Vervolgens zeggen ze er ook bij, ja, er is één klein window waar je dan wel wat aan kan doen. En dat is op het moment dat de commissaris van de Koning, dat was net nog vergeten te zeggen, dat is wel leuk, dat de commissaris van de Koning van de groslist van sollicitanten voor een burgemeesterspost een shortlist maakt. Dan kan je net als Kamerlid nog even zeggen, nou, ik wil toch graag onder de aandacht brengen dat wij een kandidaat met voortreffelijke kwaliteiten hebben. Zie maar wat je ermee doet. Vervolgens dacht ik, hé, dat is interessant. Laten we dan uitzoeken wat de invloed van die commissaris van de Koning nou eigenlijk is. Want als dat de man is die van de longlist de shortlist maakt en de shortlist gaat naar de benoemingscommissie van de gemeente, dan kunnen ze wel zeggen, het wordt helemaal bepaald door de gemeenteraad. Maar als er een filter tussen zit van die commissaris van de Koning in kwestie, nou, toen hebben we uitgezocht waar die invloed nou eigenlijk zit. En hebben we vergeleken in alle provincies waar een commissaris van de Koning van kleur was gewisseld. Dus Noord-Holland was een CDA, was een GroenLinks'er, werd een VVD. In Zuid-Holland was het een VVD en werd het een CDA. Wat blijkt nou? Op al die plekken, is het aantal partijgenoten dat benoemd werd onder de betreffende commissaris van de Koningin gestegen en dat van anderen gedaald. En dan gaan ze, ik heb ze zelf allemaal gesproken, Jaap Smit, Willy Bort van Beek en Utrecht. Dan zeggen ze, nou nee, ik weet niet hoe het met mijn voorganger is gegaan, maar ik ben er volkomen transparant over. De gemeente hebben dat helemaal zo voor het zeggen, de benoemingscommissies en zo. Het zou kunnen dat ze het zelf niet eens doorhebben, maar wat ik vermoed, stel dat je gemeenteraadslid bent in Etten-Leur, en dan komt de commissaris van de Koning binnen, en die gaat zeggen, bijvoorbeeld met al zijn autoriteit, ja, ik heb goed nagedacht over de groslist en de shortlist, lijkt me toch goed als jullie een ervaren bestuurder nemen van bijvoorbeeld het CDA, dat je dan sterk in je schoenen moet staan om te zeggen, nou nee, doe maar niet, daar hebben we er al genoeg van gehad. Dus kennelijk is dat het effect. Dus zo subtiel werkt de schaduwmacht in Nederland. En zo zelfs dat alle betrokkenen kunnen zeggen, nee, maar formeel is het toch helemaal voor elkaar en aan mij ligt het niet. En beide bestaat. Beide waarheden bestaan naast elkaar. Ja, precies. Ik wil nog een paar fragmenten met je door. Ja, precies. Nou, Sander Dekker, het unieke is de VVD. Traditioneel is het zo dat het maatschappelijk middenveld, die bestuursfuncties in de zorg en het onderwijs en zo, dat vooral het CDA en de Partij van de Arbeid daar heel sterker vertegenwoordigd zijn. Dus het verhaal ging al dat in 2010, toen de VVD voor het eerst de grootste partij van Nederland werd, de frustratie begon te groeien bij de VVD, dat ze telkens met mensen in het middenveld te maken hadden die niet van hun eigen partijkleur waren. Had er overigens ook mee te maken dat VVD'ers gewoonlijk helemaal niet zulke saaie bestuursbanen willen. Want als ze wel iets willen, is het leuk in het bedrijfsleven of iets met sport of zo. Maar in ieder geval niet met de zorg of het onderwijs. Nou, hoe dan ook, de VVD heeft toen besloten daar echt iets aan te gaan doen. Toen kwam ik erachter dat Sander Dekker, zonder dat iemand dat wist, coördinator benoemingen was vanuit het kabinet de afgelopen jaren. Dus ik heb hem daarnaar gevraagd op zijn allerlaatste, zijn eerste dag als minister, hoe heet het ook weer, voor rechtsbescherming. Ja. Toen zei ik, maar Sander, klopt dat dan? Dan zeiden ze, ja, 10 jaar geleden dachten we bij de VVD, dat loopt allemaal wel los met die benoemingen. We pakken tegenwoordig iets gestructureerder aan. Ging ik het navragen bij andere leden van, laten we zeggen, een andere partij in het vorige kabinet. En die zeiden, nee, ze hebben dat op het agressieve afgedaan. En zelfs allerlei posities van topambtenaren, daar wilden ze per se een VVD'er hebben. Ik hoorde zelfs uit Brussel dat ze nog hun best hebben gedaan om de chef de kabinet van Frans Timmermans, van de Partij van de Arbeid, om daar een VVD'er benoemd te krijgen. Ze kwamen alleen met zulke slechte kandidaten aan dat Frans uiteindelijk heeft gezegd, nee, ik wil liever een CDA'er met ervaring. En die is het uiteindelijk ook geworden. Dan moet je als PvdA'er wel, dan zit je in de knel. Hè? Als je als PvdA'er zegt, liever een CDA'er, dan voilà. Is het noodhoog. Nou, vervolgens herinner ik me ook weer dat dezelfde Sander Dekker ooit een interview heeft gedaan met onze Max van Wezel, die hier ook wel is opgetreden, in 2013, toen dit nieuwe kabinet er net een jaartje was, waarin hij zich erover beklaagde dat hij de hele tijd tegenover linkse onderwijsbestuurders zat. Dat is dit stuk. Ja.
te belangrijk om aan links over te laten. Het volgende citaat, er zit nog een citaat achter, dan kan je het even zelf lezen. Ik ga het voorlezen. Als je kijkt naar de politieke voorkeur van de sleutelfiguren in het onderwijsveld, is dat geen goede afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Ik bedoel dat niet veroordelend, maar het is een feit dat ze vaak van linkse komaf zijn. Rinda den Beste, voorzitter van de PO-raad, die het basisonderwijs vertegenwoordigt, is oud-wethouder voor de PvdA in Utrecht. Jan van Zel, voorzitter van de MBO-raad, is oud-PvdA-kamerlid. Voorzitter van de VO-raad, de werkgeversorganisatie in het voortgezet onderwijs, is Paul Rozemuller, is weer oud-fractieleider van GroenLinks. Voilà. Nou, geen wonder dus dat dezezelfde Sander Dekker, die zich daar zo stierlijk aan ergerde, enorm zijn best heeft gedaan de afgelopen jaren om juist partijgenoten op zulke posities benoemd te krijgen. Met resultaat. Een paar jaar geleden was er nog enorm gesodemiet erover dat hij erin was geslaagd om een aantal VVD'ers benoemd te krijgen in het omroepland. Laten we even naar Sander Dekker kijken in zijn vorige functie, staatssecretaris media. En dat ging over Bruno Bruins. Ja, kom maar. Bruno Bruins, die net benoemd was tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de NPO. Ja, die ja. Ik heb een enkele partij dat horen zeggen. En het lijkt me het beste dat we daar in het debat over doorpraten. Want ik ben het daar niet mee eens. Waarom niet? Daarom niet. Daarom niet. Het perfecte antwoord. Ja. Ik wil door even met je, want we gaan een paar dingen zien. We zien de heer Duizenberg, was VVD-Kamerlid. Inderdaad, de zoon van de beroemde PvdA-minister. Nou, precies. Dat is ook een direct gevolg van de intensieve lobby die juist Sander Dekker heeft geprobeerd te voeren de afgelopen jaren. Om eindelijk weer partijgenoten, ook in dat onderwijsveld waar al die lastige linkse mensen zitten, benoemd te krijgen. Pieter Duizenberg was net 3 maanden opnieuw Kamerlid. Ja. En piepte er tussenuit. Tot woede ook van de Kamervoorzitter. Die nog heeft gezegd, Pieter, dat valt me enorm van je tegen dat je het nu alweer tussenuit knijpt. Deze. Maar ook academici waren daar kwaad over. Want dezelfde Pieter Duizenberg had kort daarvoor gepleit, als Kamerlid nog, voor een onderzoek naar de politieke kleur. Kan je nagaan, hè, die ironie. De politieke kleur van academici. Tot woede van academici natuurlijk. Die zeiden, wat moet dat er toe doen en wat krijgen we hier? Wat wordt dit Cuba? Ja. Dezelfde Pieter Duizenberg pieter dus tussenuit en wordt VSNU-voorzitter en krijgt dan meteen een petitie om zijn oren tegen zijn benoeming uit de academie, die in de kortste keren door 5000 academici ondertekend is. Het kan dus ook wel eens mislopen met deze avonturen van de VVD. We gaan niet helemaal tot slot, maar wel, we gaan het tot slot richten op Lutz Jacobi. Met die beroemde slogan, no Lutz, no glory, dat is, geloof ik. Ja. Ik zeg het bijna, ik kluts hem bijna nog door elkaar, maar... Zij was Kamerlid, ze was ook kandidaat lijsttrekker. Dat verloor ze van Diederik Samson. En, neem ons mee, want waar is ze nu? Ja, daar gaan nog twee zinnetjes aan vooraf, als het mag. Wat ook bleek uit het onderzoek, is dat die beruchte banencarousel, die dus eigenlijk bestaat naar mijn idee, maar geldt voor iets van 15, misschien 20% van de Kamerleden. De mensen met het beste netwerk komen makkelijker weer terecht op nieuwe bestuursposities. Maar voor heel veel Kamerleden is dat ongelooflijk lastig. Lutz Jacobi is een van de velen die in wachtgeld terecht is gekomen en dan dus ook na een paar maanden verplicht aan een soort reïntegratietraject moest gaan beginnen. En wel bij het bureautje van Rendert Algra, oud-CDA-Kamerlid, die zelf ook niet aan de baan kon komen, dus dat bureautje maar begonnen. Ja. En dan ontspint zich dit wonderlijk gesprek. Wilt u burgemeester worden? Ja, heel vaak zeggen mensen dat ik er heel geschikt voor ben. Dat moet een keer langskomen. Waar ik heel enthousiast over word. Ik sluit niets uit trouwens, helemaal niets. Ik vind eigenlijk ook wel alle soorten werk leuk. Ik heb trouwens via Rendert, dat is ook altijd leuk om te doen, een assessment gedaan. En dan blijkt gewoon dat ik een mooie combinatie heb van eigenschappen. En nou, daar past het wel bij, maar je moet ook een beetje bij de omgeving passen en de omgeving moet bij jou passen. Dus ja, wie weet, hè? Ach, dit is toch ook verdrietig. Zit je op zo'n bedrijventerreintje van een assessment en zo. Wat verschrikkelijk allemaal. Maar nog geen 2 weken na deze opname waren de lokale verkiezingen in Friesland. En wat gebeurt er? Lutz Jacobi wint tegen alle verwachtingen in. En toen was dit het tafereel. Ja. No Lutz, no glory. Ja. Dus uiteindelijk kwam het toch nog goed. In ieder geval met Lutz. Dames en heren, Thijs Broer. Dankjewel. Ja.